Studenten van het Polytechnisch College, studierichting Animal Production and Health Technology, hebben onlangs voor hun vakonderdeel Farm Animal Breeding Technologies hun practicum uitgevoerd. Het onderzoek ging over de veranderingen die optreden tijdens de dracht bij schapen en runderen in verschillende stadia van de dracht. Tijdens de onderzoekingen zijn de vrouwelijke voortplantingsorganen van schapen en runderen nader bekeken. In totaal voerden 16 studenten hun practicum uit op het onderdirectoraat veeteelt. Gedurende het onderzoek zijn de studenten begeleid door practicumleider en docent Animal Health Assistant Ronnie Kranenburg. Zo meldt het Nationaal Informatie Instituut in een persbericht.